Handleidingsvideo Sam het Lam. Als je Sam het Lam gaat installeren, doe dat dan op de plek waar je hem ook gaat gebruiken. Als je hem namelijk in het stopcontact doet, dan gaat hij aan. Maar haal je hem hieruit, dan reset hij zich helemaal weer. Dus dan moet je de instellingen weer opnieuw doen. Nou, hij is dus nu in het stroom. En met knopjes naar boven en naar beneden kun je de tijd verzetten. Dus als ik naar boven ga, dan wordt het 1 uur, 2 uur, naar beneden weer 1 uur, 12 uur of nog lager. Is 10 uur bijvoorbeeld een goede tijd? Dan druk ik hier op het slotje. Dat is dan eigenlijk enter. En dan ga je naar de volgende. Wederom met naar boven en naar beneden kun je hier dan de minuut instellen. En is het goed, druk je weer op het slotje. En dan heb je de tijd ingesteld. Nu gaat hij door naar het tweede knipperende lampje. En dan zie je een hoofdje met de ogen dicht en ZZ. Dat betekent, wanneer ga je slapen? Nou, stel je voor dat het een mooie tijd is om te gaan slapen om 9:30. Dan kan ik op enter drukken. Gaat hij naar de minuten, is de minuten gewoon goed, druk ik ook op enter. Dat betekent dat hij om 10:30 de ogen dicht gaat doen. En dan wordt het scherm een andere kleur, zodat hij aangeeft dat Sam slaapt en dat jij dus ook mag slapen. Dan zie je het volgende lampje knipperen. Een gezichtje met open ogen die blij kijkt. Nou, dat is natuurlijk wanneer je wakker wordt. Niet iedereen kijkt blij, dat hoeft ook niet. Maar je kunt wel instellen wanneer dat Sam wakker gaat worden. Nou, 6 uur is een beetje vroeg. Ik vind 8 uur een mooie tijd om wakker te worden. Enter. Nou, 8:15 dan. Een kwartiertje langer blijven liggen. Enter. Nu is die ingesteld. Je ziet dat hij zowel een klok met wijzers heeft als een digitale klok. Dus dat is voor kinderen of volwassenen die moeite hebben met de klok kijken en de een of de andere manier prettig vinden. Maar je hoeft ook niet de klok kijken, want als je wakker bent is het licht groen. En als je slaapt wordt het een ander kleurlicht en gaan de ogen van Sam dicht. Kijk, ik kan het nou niet doen, ik moet hem echt vasthouden. Er zijn nog meer instellingen, maar dit is eigenlijk de basis. Wil je ook nog een wekker instellen, dus dat als Sam wakker wordt en de persoon die wakker moet worden, wordt nog niet wakker, dat hij met een geluid wakker kan worden. Dan kun je op de menuknop drukken. Houd M ingedrukt. En laat hem los. Dan zie je, nu kom je weer bij het klokje uit. Hoe laat is het? Nou, dat kun je instellen als je het wil veranderen. Ik ga naar beneden. Dan gaat hij naar hoe laat wil je gaan slapen. Hoe laat wil je wakker gemaakt worden. En wil je daar een alarm bij? Het alarm staat nu off uit. Wil ik er wel een alarm bij, dan druk ik dus weer op het slotje. En dan kan ik met boven of beneden hem op on zetten. On. Dan moet je ook nog instellen hoe laat je wil dat het geluid van de wekker afgaat. Nou, 8:15 werd Sam wakker. Dus dan moet ik eerst selecteren, sorry. Het klokje knippert, moet ik selecteren dat ik inderdaad de tijd in wil stellen. Nou, 8:15, dan 8:30 moet dan de wekker afgaan. Dus 8:15 mag je eruit, 8:30 moet je er echt uit. Dat is goed. Enter, enter. Dan kan ik door naar boven en naar beneden te klikken nog kijken of dit geluidje prettig is. Nou, ik ga voor het schaap. En je kunt nog door op het geluidsicoontje te klikken instellen hoe hard het geluid moet gaan. Nou, 2 is hard genoeg. Enter. Nu ben ik klaar met alle instellingen. Druk ik weer op menu. En nog een keer op menu. En ik ben weer terug in het beginscherm. Nu heb ik dus de tijd ingesteld van de klok. Ik heb ingesteld hoe laat Sam gaat slapen. Hoe laat Sam wakker wordt. En hoe laat de wekker afgaat. Succes!